Ja, maar een ongelofelijke wedstrijd. 3-0 voorsprong wordt op het eind verspeeld. 3-3 wordt het hier in Kerkrade. Ja, ongelooflijk. Ja, als je zegt ongelooflijk. We zijn er ook even kapot van natuurlijk. Ik bedoel, als je 3-0 voor staat en we hebben het eigenlijk oppermachtig. Behalve de eerste 10 minuten die hun fanatiek beginnen, maar dat weet je hier. En daarna verandert het. Ongelukkig hensbal van mezelf. En daarna blijven we achteruit lopen. We komen niet meer aan voetballen toe. En we gaan op tennis spelen met 4 spitsen ongeveer. En het publiek erachter. En dan scoren ze 3-2 en krijgen ze er geloof in. En dan valt die 3-3 ook nog. En, terwijl ik denk dat wij ook nog een paar kansen hebben gehad in de omschakeling om de wedstrijd definitief te beslissen. Maar dat is heel erg zuur. We stonden 3-0 voor. En misschien ging onze concentratie weg. Misschien. Maar jammer. En, we moeten gewoon doorgaan. En we weten nog niet wat gaat gebeuren. En we doen het until the end of the season. So we'll fight till the end. We zitten aan de verkeerde kant van de medaille. Gelijk spelen in Kerkrade. Een lastige tegenstander, wat ik van tevoren ook heb gezegd. Geen topwedstrijd van ons. Ik denk dat wij veel beter kunnen voetballen. Nou, en we waren vandaag heel slordig bij balbezit. Nou, en die laatste 25 minuten, dat is voor mij een beetje onverklaarbaar als je 3-0 voor staat, dat je zo'n wedstrijd nog weggeeft. Het is 25 jaar geleden dat Vitesse voor het laatst een 3-0 voorsprong verspeelde. Ongelooflijk dat het dan net in de titelrace moet gebeuren. Ja, klopt. Maar ze zeggen altijd dat statistieken een keer worden verbroken, maar dat het op dit moment gebeurt. Dat is gewoon heel erg zuur. En, maar goed, alsnog ligt alles open. En, we hebben nog een aantal wedstrijden om weer de weg omhoog te vinden. En hier moeten we van leren. En, wat ik al zei, iedereen baalt er enorm van. We liepen zeg maar naar achteren toe de laatste 25 minuten. Kwam dat? Nou ja, ik weet niet of dat angst is. Of, kijk, het was namelijk heel makkelijk. Zeker vanaf de linkerkant konden we iedere keer druk zetten. En dat vergaten we een beetje, zeker nadat zeker met onze voorwaarts. Want het was eigenlijk heel makkelijk. En ondanks dat, we gingen alleen maar terug uitlopen. En we maken het heel moeilijk voor onze keeper, heel moeilijk voor onze verdedigers. Doordat we in onze eigen 16 gingen repareren, dat was vreselijk moeilijk. Toch even naar de eerste helft, 2 doelpunten van jou, echte spitse doelpunten. Ja, wat kun je daarover zeggen? Ik bedoel, het is nu niet veel meer waard, maar voor een spits is het natuurlijk altijd lekker. Toch is het nog meer lekker als het team ook wint. Hoop ik dat ik scoort het alweer en we winnen dan volgende keer. Volgende week Feyenoord dan maar op de knieën krijgen. Ja precies, volgende week is weer een mooie wedstrijd. En nu zullen we nog even van balen. Alleen deze week zullen we het bespreken en de goede en slechte punten eruit halen. En dan op naar Feyenoord, waar weer een hele belangrijke wedstrijd is. En, daar moeten we weer klaar voor zijn. Ja, het is een gekke competitie, dat wisten we al, maar het wordt steeds gekker. Ja, dat weet ik niet of die steeds gekker wordt. Kijk, wij staan op een mooie positie en we hebben nog 4 wedstrijden te gaan. En we zien het einde van de rit wel welke positie wij staan. Of dat nou 4, 3, 2 of misschien wel die eerste, dat weet niemand.